Allerzielen is een gedenkdag uit de Rooms-Katholieke traditie. Allerzielen is jaarlijks op 2 november de dag na Allerheiligen, waarmee er een nauwe verbondenheid is. In Suriname werd gisteren stilgestaan middels een herdenking op de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Schietbaanweg. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een rekenmis opgedragen. Wanneer Allerzielen samenvalt met een zondag, heeft dit altijd voorrang op de zondagsliturgie. Verschillende priesters hebben de dienst geleid gisteren. Wij vieren vandaag de gedachtenis van alle overledenen. Mensen die ons dierbaar zijn geweest en die in ons hart een leegte hebben nagelaten. Een leegte die niet zomaar opgevuld kan, maar ook niet mag worden. Want het is precies die leegte die er ons op wijst hoezeer wij van elkaar gehouden hebben. Met dankbaarheid gedenken wij de namen van onze lieve overledenen. Maar wij willen niet dat ze ooit uit onze geest en ons hart verdwijnen. Wij geloven dat Gij hen in uw liefde opneemt, Heer, en hun thans een geluk schenkt, rijker dan de mooiste droom op aarde. Als teken van dat geloof plaatsen wij hun namen op het altaar. Tijdens deze dag plaatsten nabestaanden bloemen op het graf van hun dierbare overledenen. In veel parochies is het gebruik dat als een parochiaan uit de kerk wordt begraven, er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vage vuur. Bidden wij voor alle vergeten zielen, voor hen die niemand hebben om voor hen te bidden, voor hen in het vage vuur. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u voor ons. Bidden wij voor alle gestorvenen uit onze kring, ook zij die hier niet werden genoemd of opgeschreven. Laten wij bidden. Heer, wij vragen u voor ons. Bidden wij voor hen die rouwen, voor hen die met een steen op het hart door het leven gaan. Wij bidden u, heilig deze gaven hier, die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze voor, door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Allerzielen is op enkele RK-begraafplaatsen herdacht in stad en district.